Een terugkeer als speler van FC Groningen. Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer bij de FC. Dit is gewoon iets ontzettend moois. Wij komen naar huis als gezin. Wij gaan hier weer wonen. En daarom was dit voor mij de enige optie om te gaan voetballen. Heb je ook gezegd, nou, ik kan eigenlijk zo'n seizoen mijn vrouw niet nog een keer aandoen? Nee, niet zo'n seizoen als afgelopen seizoen, maar ik denk ook mezelf niet. Omdat je daar gewoon te weinig voor hebt teruggekregen, zeg maar. Te weinig gespeeld, gewoon kort gezegd. Je bent gewoon te weinig op het veld geweest. Kijk, en daar doe je het voor. Je doet het om plezier te hebben, om te kunnen trainen, om te kunnen voetballen. Daar doe je het voor. En als je dan maar, ja, ik weet niet exact. Ik heb opgegeven in ieder geval een aantal minuten nog wat op kunnen krikken. Je hebt nog 2 wedstrijden, Emmen, Utrecht, zelfs 90, heb je wel weer gespeeld. Alleen, natuurlijk veel te weinig. Want dat waren de enige 2 wedstrijden die je meer dan 45 minuten hebt gespeeld. Maar moest je lichaam weer een soort van reset hebben, dat hij weer in de voetbalstand kwam of zo? Of? Ja, natuurlijk, dat is iets, zeg het maar. Want je was heel fit toen in München vorig jaar, toen we je spraken, en zei je van, topfit. Ik moet ook zeggen dat de overgang mij eigenlijk vrij moeiteloos verging. Ik voelde me in het begin echt heel goed, heel sterk, nog heel fit. Ik kon de overgang moeiteloos doen, van het niet voetballen een jaar lang. Ik heb natuurlijk hele andere dingen gedaan. Ik heb de Leeuwloop getraind voor een marathon. Ik speelde heel veel padel, tennis, 3-4 keer in de week. Zo intensief. Dus ik was best intensief aan het sporten. Met name die marathon was echt heel veel lopen. Dus conditioneel was ik heel goed. Alleen het voetbal specifieke is natuurlijk iets heel anders. Dat is een hele andere fitheid. Maar die overgang verliep heel goed, vond ik. Tot ik er op een gegeven moment bij de eerste training echt bleef haken in het gras. Je baalde wel, hè, gisteren? Jawel, maar goed, moet het ook niet groter maken dan het is. We maken goede plannen. We hebben mensen met veel verstand ervan. Begeleiding is goed. En wat dat betreft ben ik eigenlijk meer dan tevreden hoe ik er op dit moment voor sta. Toen moest ik even 2-3 weken wat aangepast trainen, wat rust hebben. Toen op een gegeven moment merkte je wel dat steeds, in plaats van dat het beter werd allemaal, je ging wennen aan het voetbal, werd het op een gegeven moment steeds wat minder. Toen kreeg je wat spierklachten. En op een gegeven moment was natuurlijk de wedstrijd hier thuis. Bielefeld was op zich prima. Beweging. Daar is Robben. Robben met een schuiver. Ja, daar is die. Arjen Robben. In zijn eerste thuiswedstrijd. In zijn eerste wedstrijd. In dit stadion. Dat hij zelf ooit opende. En een hele brede glimlach. Natuurlijk. Mooie beweging van Elan Koeri, dan het puntertje naar de rand van de 16 en dus precies binnengeschoten. En toen kwam PSV erna, toen kreeg ik natuurlijk die liesblessure. Ja, vanaf dat moment is het wel heel moeizaam gegaan. Ja, daar is hij dan. Ja, 16 jaar, daar zijn we er nog niet. 155 dagen geleden. Arjen Robben voor het laatst actief als voetballer op het veld. Toen ook een wedstrijd tussen PSV en Groningen. Maar hij toen in een ander shirt. Is dus wel mooi. Als je praat over de cirkel, dan klopt dat in dit geval helemaal. Een geweldige loopbaan hij gehad heeft, u weet het allemaal. Het is een mooi moment. Laten we hopen dat we vele, vele van deze mooie momenten zullen meemaken. Dat hij elke wedstrijd van Groningen aan de aftrap staat. En fit is. Dat is. En fit blijft. Hij heeft de Eredivisie competitie voor Groningen 2021 in gang gezet.
En is meteen achter min of meer zijn eigen paas aangehold. Arjen Robben. Malen die daar niet bereikt heeft. Robben. Tweede instantie Robben. Paasje onderschept door Mauro. En Robben. Die het gebaar maakt dat hij gewisseld moet worden. Ai, ai, ai. Na 29 minuten. Dat is niet wat in het scenario stond. Ja, wel in een zwart boek. Kijk eens, het shirt gaat uit. Dit is Robben die zeer teleurgesteld is. Robben die alles uittrekt voordat hij catacombe is ingegaan. Hier het gebaar, ik moet eruit. Er wordt dan wel gezegd, Arjen kent zijn lichaam heel goed, maar is het wellicht juist niet omgekeerd? De onzekerheid in het, of het ontbreken in het vertrouwen in je eigen lichaam? Ja, dat klopt. Klopt. Ja, precies. Beide. Je kent je lijf heel goed. Maar kijk, op het moment dat je tegenslagen hebt, dan ga je op een gegeven moment wel weer het vertrouwen missen in je eigen lichaam. En ja, dan laat het lichaam je als het ware in de steek. Maar ik ben altijd dan tegelijk, dat is net alsof je zo'n soort... Ik heb een soort haat-liefdeverhouding met mijn eigen lijf. Ik ben natuurlijk ook mijn lijf heel erg dankbaar. Want ik heb wel een bepaalde... klinkt gek, hè, omdat je veel blessures hebt gehad. Maar ik heb wel een heel sterk lijf. En ik ben sterk en ben snel. Dus daardoor heb ik mijn lijf ook heel veel te verdanken. Alleen, dat heeft me ook wel behoorlijk wat blessures gekost. Maar ook WK-finales, Champions League opgeleverd. Ja, absoluut. Nee, precies. Dus je hebt, dat zeg ik, ik heb mijn lijf heel veel te verdanken. Ik heb daardoor hele mooie dingen kunnen doen. Alleen, dat zeg ik, ja, ook veel tegenslag gehad. En dan vervloek je ook je eigen lijf. En hoe gaat het dan thuis? Hoe is Arjen Robben dan thuis? En hoe is dat voor zijn gezin? Ja, moeilijk. Moeilijk. In die zin. Ik ben ook wel iemand, ik ben altijd wel vrij positief. Ik ben wel positief ingesteld. Dus op het moment dat mij wat gebeurt, dan ga ik wel vrij snel weer tot de orde van de dag over. En probeer ik weer de knop om te zetten. Alleen, dus wat je zegt, je hebt een beetje de onzekerheid ook. Hè? De onzekerheid, het missen van vertrouwen. En daardoor ben je daar, het wordt op een gegeven moment een beetje een soort obsessie. Je bent obsessief gewoon bezig met je eigen lijf, elke dag weer. En ook als je wel thuis bent, twijfels en dan probeer je toch nog weer, test je wat uit. Of zit je aan je spieren te voelen, doe je wat oefeningen. Ja, en dat gaat natuurlijk ten koste van je ontspanning, zeg maar, ook thuis. En ook de tijd en energie die je dan daarin steekt, heb je niet thuis. En dat is dan, ik denk mijn vrouw omschrijft het altijd wel goed. Je bent dan als een soort, je zit in je eigen bubbel, je eigen tunnel. En dat is eigenlijk het leven van een topsporter. En dat is eigenlijk, het is aan de ene kant begrijpelijk, alleen ja... Dat is ook wel, als je een gezin ernaast hebt, is dat niet altijd makkelijk. Het gaat niet goed. Nee, het valt gewoon tegen. En meer kan ik er ook niet, kan niet mooier maken dan het is. Want dan ben je wel thuis, maar eigenlijk ook weer niet. Ja, zo kun je het soms noemen. Je hebt momenten dat je inderdaad aanwezig bent, maar je bent ook eigenlijk niet aanwezig. Kijk, maar zo heeft iedereen dat wel. Hè? Kijk, nu is het betrekkend op mezelf, maar ik bedoel, heb iedereen wel eens, hoef je niet eens voor te sporten. Ik bedoel, als jij stress en dingen van je werk neem je mee naar huis, ja, dat is vrij logisch. Kijk, en in mijn geval is het dan natuurlijk een behoorlijk lange periode geweest, omdat je een lange periode geblesseerd was en terugkomen was. En dan zeg ik niet dat ik elke dag chagrijnig was thuis. Ik probeer daar ook wel, want ik ben me daar ook wel bewust van. Dus je probeert ook wel daar je best voor te doen, maar dat is niet altijd makkelijk. En het is een hele mooie vergelijking. Kijk, voor mij is het natuurlijk, ik heb het al gehad. Hè. Ik ben al een jaar gestopt geweest. Dus ik heb die kant heb ik zelf ervaren.
Maar met name mijn vrouw heeft die kant dat jaar ook ervaren. En dan ben je een heel ander mens. En dat is gewoon zo. Maar zij was wel een van de aanjagers om je droom na te leven. Ja, nu achteraf met spijt misschien een beetje, heeft ze wel eens gezegd. Nee, maar mijn vrouw is heel makkelijk. Hè? Mijn vrouw is gewoon daar heel duidelijk in. Die zegt van ja, weet je, ze vindt dit ook ongelooflijk mooi. En dat je dit voor de club terug kan doen. En dit alles is gewoon ook heel mooi. Maar er zit wel ook een andere kant aan. En ja, ze had gewoon gehoopt natuurlijk na een jaar stoppen. En die ontspannenheid. Weet je, ja, je bent niet meer bij Bayern München. Je bent bij FC Groningen. En daar ja, misschien toch iets meer ontspanning. En gewoon leuk. En, maar ja, minder reizen, minder grote wedstrijden, ja, minder ook, wedstrijden. Maar ook meer de mindset, zeg maar. Van hey, het kan een tandje minder. En dan is het ook alles gewoon goed en leuk. Alleen dat bleek niet helemaal zo te zijn. Hoe dicht was je bij stoppen? Ja, achteraf gezien heb je de twijfels gehad en natuurlijk heb ik het zeker wel overwogen. We hebben je toen ook zien lopen met Marc-Jan Verderens op Kopers, zo'n wielerbaan rond het trainingscomplex. Zagen we je heel intensief en indringend met hem spreken. Maar wat ik toen ook al aangaf, of later heb aangegeven, van ja, ik kon niet stoppen, ik moest doorgaan en iets in mij zei, ja, ik weet niet, wat ik wel zei, opgeven was geen optie en zo, nou ja, voelt dat, het was het niet geweest. Kijk, nu kan ik ook wel zeggen, op het moment dat ik daar was gestopt, was dat ook best wel begrijpelijk geweest. En, maar ja, goed, uiteindelijk ben je doorgegaan, kies je daarvoor, ga je daar vol voor en uiteindelijk, een beetje laat, maar goed, ja, dat is niet anders, is de beloning uiteindelijk wel gekomen. En daarom is het gewoon dood en doodzonde dat het natuurlijk het seizoen redelijk snel, nadat ik weer begon te spelen, voorbij was. Volgens mij was het ergens begin februari of eind januari een keer. En daar hebben we van alles besproken, maar onder andere ook zijn fitheid, zijn gevoel. Het is natuurlijk wel goed om vanuit ons ook onze kant van het verhaal daarbij te vertellen en begrip te tonen en interesse te tonen en te bespreken wat er allemaal zou kunnen gebeuren in de positieve scenario en in het minder positieve scenario. En ja, ik denk dat dat wel een kantelpunt, wil ik het niet noemen. Het was in ieder geval een belangrijk gesprek. Dat is volgens mij wel op een moment dat je ook dat interview aan ons gaf. Ja, en dat ja, je goed, toen ja, wel zeker echt met hem ook sparde over. Ja. Nee, maar dan spreek ik ook. Ik ben ook altijd wat dat betreft wel een open boek. En ik zeg altijd gewoon eerlijk waar het op staat. En hoe ik erin zit op dat moment. En natuurlijk, zij hebben vanuit Groningen kant, vanuit de club. Hè, hebben ze mij ook het hele jaar door ook gesteund en geholpen. En in ieder geval de hulp aangeboden. Mocht er iets zijn, mocht je iets nodig hebben, kunnen we iets voor je doen. Dan zijn we er voor je. Hij liet in dat gesprek al vallen dat hij nadacht om met Arno Philips samen te gaan werken. Dat is uiteindelijk de fysio die hem helemaal heeft begeleid in het traject naar weer helemaal fit te worden. Ik ken hem vanuit het Nederlands elftal. Daar heb ik jaren met hem samengewerkt. Ik denk dat het op een gegeven moment was het ook, kom je op een moment van, heb je 2-3 keer wat gerevalideerd en dan ga je van, wat zeg ik, van Lies Kuyt, op een gegeven moment 2 kuitblessures. Dan wil je op een gegeven moment ook wat anders. En heeft niks te maken, en dan laat ik dat gelijk heel duidelijk zeggen, heeft niks te maken met de mensen binnen FC Groningen. Maar op een gegeven moment is het gewoon goed om even een andere kijk, een andere, normaal is het ook best wel eens gebruikelijk dan een speler, dan bijvoorbeeld bij een club en die gaat dan ergens anders revalideren of iemand in het buitenland die gaat naar zijn eigen land en gaat daar wat revalideren. Dus nou, ik heb daarvoor gekozen om net even wat anders te doen of anders met iemand anders, een ander gezicht, een andere kijk. Nadat we gesproken hebben met elkaar en toen hebben we gezegd, nou, hoe zouden we het aan kunnen pakken, zijn we in overleg gegaan met Groningen. En eigenlijk zijn we het samen gaan doen. Eigenlijk is het een totaal teamwork geweest, zowel met de trainers als met Jarno, de fysieke trainer, als Wouter, de fysio.
Want ik ben natuurlijk niet elke dag hier geweest. We hebben eigenlijk alles in samenspraak gedaan. En ja, ik was gewoon op momenten, kon ik wat meer aandacht aan Arjen geven. Maar uiteindelijk is het wel een team prestatie geweest. We hebben met z'n allen samengewerkt om Arjen zo goed mogelijk bij te staan. Ik denk wel dat dat een belangrijke stap is geweest in het uiteindelijk weer helemaal fit worden en zich daar ook goed en lekker bij voelen. Wat eigenlijk heel weinig mensen weten is dat jij daarbuitenom of daartussendoor naar Duitsland bent gereisd, naar Bremen, naar München, naar Düsseldorf. Allemaal gedaan om maar fit te worden. Ja. Hoe dan? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Omdat ik op dat moment dat nodig achtte. En ja, je hebt natuurlijk, ik heb natuurlijk heel lang in München gezeten en daar heb ik natuurlijk ook mensen, vertrouwenspersonen zitten op medisch gebied. Dus daar, daar ben ik af en toe dan af en toe heen gegaan als dat kon, als daar de mogelijkheid zich voordeed. Maar dat was af en toe wel inderdaad, ja, was wel even een onderneming, zeg maar, om, dan moest je weer daarheen en daarheen inderdaad. En dat was En had je nog een osteopaat in Limburg? Ja, osteopaat in Limburg, maar die begeleidt me al, die helpt mij al sinds mijn Madrid-tijd, ken ik heel goed. En, maar ja, het is allemaal inderdaad, dat is een beetje soms het moeilijke, het was niet dicht bij huis. En, maar ja, goed, ik heb dan vertrouwen in, je hebt er gewoon op een gegeven moment een vertrouwensband met bepaalde mensen en je wil dan... Ja, dat zijn in mijn ogen de beste op hun gebied. Ja, en dan wil je daar gebruik van maken. En, dat maar het is niet voor een eindronde EK, niet voor een WK, niet voor de Champions League finale. Het is voor een competitiewedstrijdje van FC Groningen. Ja, maar wel met als doel natuurlijk om over een langere periode fit te blijven. En, je doet gewoon daar gewoon alles voor om fit te worden, fit te blijven. En in mijn ogen is dat dan nodig. Kijk, er zijn ook heus wel mensen... Misschien zelfs ook wel binnen de club, hè, zullen nooit zeggen, ze zeggen altijd van, nee, dat is niet zo. Maar zullen heus wel mensen zeggen van, het is misschien te veel. En ik snap dat zelfs, ik kan dat heel goed begrijpen dat mensen dat vinden. Maar ja, je doet dat voor jezelf, omdat ik krijg daar een goed gevoel bij en dat geeft mij vertrouwen en daarvoor doe ik het. Je bent daar misschien soms een tikkeltje eigenwijs, ook dat hoort erbij, denk ik. Maar uiteindelijk is het gewoon, je moet een goed gevoel zelf creëren. Je moet vertrouwen hebben in de dingen die je doet. En, maar je kunt ook denken, ik blijf dit weekend bij mijn familie thuis, want ik ga niet die onderneming doen. Het is voor supporters denk ik ook om te horen dat je dat doet voor je club. Ja, je hebt gewoon op die manier geleefd, je hebt er alles voor over gehad. En natuurlijk kan je ook zeggen van, dat is me allemaal te veel en laat maar, dan wacht ik nog wel een paar dagen of zo. Maar dan, ik wilde gewoon, je doet gewoon alles voor gewoon om fit te worden. En daar moet op dat moment alles eventjes voor wijken. Kijk, natuurlijk hou ik wel rekening met... Het is niet dat ik helemaal als een gek alleen maar aan mezelf denk. Natuurlijk hou je wel rekening ook met andere dingen, maar ja. Maar is het dan de topsporter of is het de clubliefde of allebei? Of? Geen idee, of gewoon een complete mafkees dat ik ben, dat kan ook. Ik weet het niet, maar zeg ik doe alleen maar, je doet de dingen omdat ik denk, dat heb ik nodig, ik wil fit worden, dan moet ik die weg bewandelen en dan... Als ik daar dan voor München, naar München moet op een dag op en neer, of ik moet, weet ik veel, ergens anders heen, dan is dat, moet je dat wel allemaal gaan doen. Maar als ik vind dat het nodig is, dan doe ik dat. Het allerbelangrijkste is dat ik vooral hoop dat we het nog mee gaan maken en dat het hem gaat lukken om nog een keer te voetballen voor FC Groningen, want dat is uiteindelijk het doel. Spelers en trainers hebben nergens nagelaten om te benoemen. Als Arjen op het veld staat, gaat het niveau direct omhoog. Ongeacht hoe fit je bent. Als je meedoet, gaat het omhoog.
Nee, dat is hartstikke leuk en prima. Alleen inderdaad, dat is misschien ook. Je kijkt er natuurlijk zelf altijd anders tegenaan. Ik bedoel, bepaalde dingen realiseer ik me heus wel en dat snap ik allemaal wel. Alleen, ja, dat is misschien ook een beetje de bescheidenheid. Weet je, ik zie mezelf. Ik probeer je gewoon te helpen en ik probeer. Als ik op het veld sta, ja, probeer je daar natuurlijk een beetje hier en daar te pushen. En probeer je misschien een keer zo dat niveau omhoog. En als het een keer met een paas, een trap of een positiespel, probeer je ook een beetje door de plezier, door de beleving, ja, dat jongens daarin meegaan. En, ja, dat zeg ik, dat moet wel op een natuurlijke manier. Dat moet geen show worden of zo. En daar heb ik altijd zelf niet zo'n een beetje een hekel aan. Juichend weglopen als je de winnende goal tijdens de partijtjes maakt. Ja, maar dat is dan alleen maar, denk ik, oprechte blijdschap van iemand die gewoon het voetbalspelletje nog heel erg leuk vindt. Als je mijn jongetjes wie bij die boys nu vraagt, dan zeggen ze wel, papa, je moet door. Maar ik hoop dat het toch dat het harde werken toch beloond gaat worden. En daarvoor gaan we nu nog steeds door. Bij Emma uit, maar ook eerder al in het seizoen bij Almere, toen je eerste wedstrijd ging spelen en dan ook bij Emma uit, kom je die bus uit en dan kan een hardloper jou bij wijze van spreken nog niet eens bijhouden. Dus in dat tempo dat je dan gaat. Is dat ja, ook dat weet je niet eens zozeer bewust van. Maar dat weet ik niet. Zo ben ik en zo zijn de andere jongens. En weet je, ik ben veel van mijn ex-collega's, die zullen dat allemaal wel herkennen. Ja, ik ben ook iemand die op het moment dat ik bij een wedstrijd ben, ik heb een bepaalde routine voor de wedstrijd, qua voorbereiding ook. En het is niet eventjes de kleedkamer in, schoenen aantrekken en het veld op voor de warming-up. Weet je, ik ben gewoon bezig hier met de dingen, met je spulletjes klaarzetten, alles. Nog een keer naar de fysio kort wat behandelen en dan begin ik altijd met de warming-up binnen al. Wat fietsen, losfietsen en wat rekken, mobiliteitsoefeningen en dan zet je spanning op je lijf en dan eet je nog weer wat, drink je. Je hebt gewoon een bepaald, ritueel. Ja, ritueel zat er alleen een beetje zo van, niks met bijgeloof, maar gewoon zo moeten de dingen en zo doe ik het gewoon voor een wedstrijd en dan zit je gewoon in de concentratie naar die wedstrijd toe. Wat was het moment waarop je dacht, yes, het gaat me toch lukken? Nou, toen ik op een gegeven moment steeds dichterbij kwam en ik ging weer, de laatste revalidatie ging gewoon echt goed, verliep goed. Natuurlijk ook daar, hier en daar heb je ook wel nog even een keer een dag of twee, drie dagen, die denk ik, heel even nog weer een keer pas op de plaats. Maar over het algemeen ging het heel goed. Op een gegeven moment kwam je heel dichtbij, ging je steeds meer met de groep mee trainen en op een gegeven moment kwam die wedstrijd steeds dichterbij. En ja, toen was ik op een gegeven moment, had ik daar wel een goed gevoel over. Die wedstrijd was Heerenveen, 11 april. Had jij in je agenda omzicht?
de basisplaats tegen Emmen kwam, maar ik was een daarvan een verrassing voor iedereen. Ja, klopt. Vooral omdat je niet op kunstgras wilde spelen, tenminste dat. Nou ja, wilde, dat had gewoon, dat was gewoon een hele logische stap, een hele logische uitleg, denk ik. Dat hadden we van tevoren vanaf het begin van het seizoen gezegd. Van, ik heb nog nooit op kunstgras gespeeld, niet getraind. Met mijn fysiek hebben we gezegd van, weet je, ja, dan moeten we dat niet doen. In ieder geval hadden we gezegd in het eerste half jaar. Nou ja, goed, toen kwam ik überhaupt niet op mijn veld. Dat was een beetje de afspraak die we hadden gemaakt. Maar goed, op een gegeven moment gaan ook dingen, andere dingen meespelen. En ja, dat zeg ik, het einde kwam steeds dichterbij. En op dat moment was het natuurlijk ook zo dat het bij het team natuurlijk niet lekker liep. Hè? Die play-offs die werden steeds een beetje, waren steeds minder zeker, werden die. En Emmen was toen wel een beetje zo'n cruciale wedstrijd van, nou, deze moet echt winnen, want dan ben je bijna zeker. Want als je die niet wint, die verliest zelfs, dan komt de druk er echt erop te staan. En, dus nee, die was, dat, ja, toen had ik zoiets van, weet je, ja, nou, goed. Ook wel in goed overleg, hoor. De fysio, de medische fysio, ook Arno, die je net noemde, zag daar ook niet zozeer een probleem. Het was meer waarschijnlijk dan na die tijd dat je daar wat extra reactie op zou krijgen. Dus toen zei ik ook van, ja, nee. Wat er ook gebeurt. Ik heb ook toen gezegd, al was het best op steen, ik ga gewoon spelen. I'm in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. It's all about. Check it out. Is loopt weg, ja. Sowieso Robben dus. Ja, logisch, vanaf deze plek. Lage variant is slim. En die zit erin. Takroes scoort en de assist van Robben. Het is een hele slimme vrije trap. En de grootste glimlach is er bij de man die de assist geeft. Nog groter dan bij de doelpunt te maken. De paas, ja, hij is perfect. De Leeuw probeert het nog dicht te lopen, maar dat lukt niet. En Takroes maakt er dan ook heel knap af. En de pure ontlading bij hem. En dan nog het meeste eigenlijk bij Robben. Kijk eens. Heb ik weer, wil ik indenken. Heel seizoen zit iedereen te wachten tot Robben het verschil gaat maken. Doet hij het tegen hem? Robben. Paasje op Takroes. En weer. En weer. En weer is de ontlading het groot bij de man van de assist. Hetzelfde koppeltje. Tweede assist Robben. Tweede treffer Takroes. Alsof hij voor het eerst in zijn leven op een voetbalveld staat. Alsof hij 9 jaar is en op zaterdagochtend ook weer eens een wedstrijdje mag spelen. Zo blij. De grappen werden alweer gemaakt. Hoe lang zou het duren? Nou, bijna 80 minuten gevoetbald. 2 assists. Hij was al terug qua minuten. Maar je hebt het gevoel, nu is Robben echt terug. Heeft hij zijn belang gehad voor Groningen? Laten we hopen dat er nog meer hoogtepunten voor hem komen. Ja, ik kom gewoon van ver. En dit is wat ik wilde. Ik wilde de club helpen en je wil voetballen. En als het dan, ja, dan uiteindelijk, als het mag en het lukt, ja, dan ben ik echt heel blij, ja. Ja, dan doet het je ook wat. Ja, dat doet het me veel, ja. Het is gewoon een lange weg en je hoopt er meer, je hoopt erop, je verwacht er meer van. En als het dan, ja, dan is dat zwaar en moeilijk en ja, ik ben blijven knokken. Jij doet altijd al jaren de warming-up op dezelfde manier, hè? Mm-hmm. Maar dan was het ook toeval dat in Emmen Live is Live werd gespeeld. Ja, uit, ja. Je weet het? Ja, zeker. Nee, die hoorde ik wel, ja. Na 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 na
Ja, leuk. Maar ook grappig leuk, maar meer ook niet. Ja. Ik ben daar niet zo dat ik dan helemaal hele verhalen. Ja. Dat is misschien, nee, maar mensen dachten wellicht dat jij het expres deed, omdat dat nummer werd gespeeld, maar jij doet altijd... Nee, ik doe altijd anders. Ja, ik ga me niet, dat zeg ik, ik ben nooit zo van, bij mij is het gewoon zoals het is, je krijgt zoals ik ben. En ik ga geen showtjes en dingetjes, gekke, hele rare dingen lopen doen. Ik heb die warming-up altijd bij Bayern, als je, zijn vast van oude beelden, daar stond ik precies dat schenen te doen. En op precies dezelfde manier, een beetje met die bal aan het pielen, geen circus. Je zei het zelf al, fitter en fitter. Eindelijk aan het eind van het seizoen waarin de prijzen worden verdeeld. Hoe hoog achtte jij uiteindelijk de kans dat wij de play-offs zouden gaan winnen? Nou ja, die kans was gewoon aanwezig. En die kans was gewoon realistisch gezien was het zo'n wedstrijd tegen Utrecht. Nou, je hebt ook gezien hoe die gaat. Dat is een beetje 50-50. En ik denk, kijk, je wordt zevende, dus de nummers 5 en 6 doen ook mee, hebben het beter gedaan. Dus die zijn dan misschien lichtelijk favoriet, maar ik denk dat wij op dat moment er best prima voor stonden dat we gewoon een kans hadden om de play-offs te winnen. Dit is voor ons heel belangrijk. Wij zullen jullie beloven morgen vol gas, 100%. En dan zien we elkaar op de grote markt. Wel tegen Utrecht was natuurlijk echt zo'n 50-50 wedstrijd. Kon beide op kanten opvallen. Bij hun valt hij precies één keer voor die jongens zijn voeten en maakt een wereldgoal. Ja, nou ja, goed, dan is klappen en felicitaties, dat is geweldig. En het enige is, weet je, het was ook een beetje wat we zeiden, zo'n wedstrijd van degene die de eerste goal maakt en zo'n tweede, die wint hem dan ook. Je was wel als eerste en vrij snel van het veld in Utrecht. Ja, maar goed, heb je de smoor in en dan, ja. Ja, was het dat veel... of waren er meer gedachten of gevoelens? Nee, ik weet niet. Ik was gewoon 90 minuten, was klaar, fluit af. Ja, dan baal je en dan ben je er klaar mee. En ja, ik had niet zoveel, op dat moment niet zoveel zin om nou heel leuk en iedereen dan nog, nee. Het waren ook wel rare weken en die wedstrijd ook. Dat is natuurlijk, vanuit meerdere opzichten is het gewoon een beetje vreemd, weet je. Het was dan pas je tweede wedstrijd. Het is gelijk, dan is het ineens een finale. Maar je bent nog eigenlijk in een soort proces van fitter worden. Je bent ondertussen met je toekomst bezig. Want je weet ook op het moment dat eventueel die wedstrijd, maar uiterlijk 3 dagen later het seizoen voorbij. Dan moet je daar een keuze over maken. Dus dat is best wel, was allemaal best wel, ook wel weer heel, ja, was een beetje apart allemaal. En je probeert daar natuurlijk zo goed mogelijk. Op het moment dat ik op het veld sta, ben ik alleen met voetbal, met die wedstrijd bezig. Alleen. Ja, dat was wel een beetje een soort beetje, verschillende gevoelens die daar door elkaar heen liepen. Stap je dan ook een beetje van het veld naar, die kan wel als het laatste zijn geweest? Nou, op dat moment niet. Niet zo kort na de wedstrijd. Je bent dan gewoon echt puur met de wedstrijd zelf wat bezig. Alleen vrij snel daarna komt dat besef wel. Ja. Hoe groot was voor jou de teleurstelling dat je toch eigenlijk niet voor het publiek hebt kunnen spelen? Ja, wel groot. Wel heel erg jammer. Dat is ook wel natuurlijk, denk ook, maar dan maak je misschien een bruggetje naar de toekomst, dat ook wel een behoorlijke drijfveer is en een behoorlijk iets is waarvoor je eventueel nog door zou gaan. Ja.
Want dat blijft een droom, hè? Die volle euroborg moet nog steeds. Maar ja, dat heb ik altijd gezegd. En daar doe je het uiteindelijk voor. En nou ja, goed, het is duidelijk natuurlijk dat de corona alles door de war heeft gegooid. Niet alleen het voetbal, het hele leven natuurlijk. Alleen, ja, dat is inderdaad iets wat je, wat mij natuurlijk wel triggert. En wat mij ontzettend mooi lijkt nog. Zeggen je kinderen wel, want papa, we willen jou in het stadion zien voetballen. Want die hebben er ook niet bij kunnen zijn. Nee, dat klopt ook. En dat is ook zo. Als je mijn jongetjes, de oudste is al 13. Als je me die bij die boys nu vraagt, dan zeggen ze wel, papa, je moet door. Ja? Ja. Dat hebben ze al gezegd. Dat hebben ze al gezegd. En wat zegt de dochter dan? Ja, de dochter zit er wat anders in, maar die heeft natuurlijk een andere beleving. En die heeft gewoon, nee, ik wil niet zeggen niks, maar bijna niks met voetbal. Ze is natuurlijk trots op haar eigen papa, maar en dan vindt ze het wel leuk. Maar dat is natuurlijk anders. De jongens zijn natuurlijk zelf helemaal, ook helemaal fan van het spelletje. Voetballen zelf natuurlijk intensief, dus ja. De dochter heeft liever dat je thuis wat spelletjes blijft spelen in het weekend. Ja, maar ik denk dat het ook kind eigen is. Die hebben dat besef en wat daar allemaal bij komt kijken en hoe dat dan is. Die praten vanuit hun eigen perspectief. Ja. Je hebt wel gezegd toen bij de aankondiging van je comeback dat de supporters een rol hadden gespeeld. Dat ze, wat ze allemaal gedaan hadden, dat die uitwerking niet was gemist en dat het je niet onberoerd had gelaten. Nee. Wat kunnen ze nu doen om je nu over te halen? Nog een jaar door te gaan? Ja, maar dat doen ze al. Ja? Nee, ik heb hele mooie reacties gehad. Ook, weet je, dan kom je. Dat was niet alleen voor mij, dat was voor het hele team. Ook Sergio, die dan na 7 jaar weggaat. Dat je zo opgevangen wordt op Corpus, weet je wel, terwijl je wel verliest. Naar Utrecht, spelersbus. Ja, met spelersbus. Ze hebben toen die actie op trainingsveld gehad. Maar gewoon, überhaupt, ik proef daar de warmte, de steun, de ja, ik hoef maar om een fietsje door Groningen te fietsen, of ik nou naar de supermarkt ga of waar dan ook, als ik mensen tegenkom. Ja, en dat is super mooi, weet je. Dat is allemaal, hartstikke mooi. Zou iedereen je ook kunnen denken van, ga alsjeblieft nog een jaartje maar door. Ja, doet het je ja, ik ben hem, ja, dat doet me wel veel, ja, tuurlijk. Dat doet me wel, als mensen zo erin staan en mensen die het zo graag nog willen dat je nog een jaartje doorgaat, dat is alleen maar mooi. Maar had je dat niet verwacht dan of zo? Jawel, dat wel, maar het blijft wel iets, toch wel bijzonder dat je in die mate wel, zeg maar, dat je, ik ben eigenlijk nog niet... Dat heb je niet eerder of zo, dat is altijd zo, kijk, mensen die wat negatief zouden willen melden, die hoor je dan vaak ook niet. Die zullen dat niet durven of niet willen zeggen, maar... ik heb wel hele veel positieve reacties gehad en mensen die het super gaaf vinden als je alsjeblieft nog een jaar door zou willen. En dat is alleen maar mooi. En dat, natuurlijk speelt dat ook wel mee, maar... aan de andere kant ook wel, wat ook heel mooi was bij de supporters, in ieder geval ook wel heel terecht ook het begrip en ook wel dat ze het accepteren op het moment dat je het niet zou doen. Zeg van, wat je keuze ook is, we zullen het altijd accepteren, respecteren. En, dat je al veel betekend hebt voor de club dit jaar, dus dat is ook heel mooi dat ze dat ook eerlijk uitspreken. Maar uiteindelijk is het ook... Kijk, ik moet zelf die keuze maken en het enige wat ik erover kwijt kan of wil, dat zeg ik, ben altijd heel eerlijk en open. Ik zou wel graag willen nog, alleen is het de AVR, moet je kijken of het vanuit fysiek oogpunt haalbaar is, realistisch is. Dat is eigenlijk wat ik vorig jaar ook wel zei en goed, dat jaar is natuurlijk niet zo gelopen zoals je wilde. Maar wat is het nu anders dan toen? Of is het hetzelfde? Nou, dat je nu een jaar lang wel heel veel hebt geïnvesteerd. En heel hard hebt gewerkt om uiteindelijk hier te komen. En nu ben je er en nu is het seizoen voorbij. En dat is natuurlijk een beetje... Ja, daar kun je niks aan doen. Dat is zuur. Moet aan de andere kant ook weer niet de reden zijn om dan maar te zeggen... Ja, maar nu moet ik, daarom moet ik wel door. Want je moet wel alles meenemen. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Weet je, dat speelt allemaal mee. Het zal nooit een kwestie van dat ik niet meer wil of geen zin meer in heb. Ik wil het juist aan de andere kant. Ik wil het juist heel, heel graag. Als het lijf niet mee wil en die geeft te veel signalen van jongen, het wil niet, dan
ja, moet je daar misschien toch naar gaan luisteren. Hoe moeilijk ook. We willen jou in ieder geval als voetballiefhebbers, ESPN-kijkers, iedereen die deze documentaire gaat zien, sowieso heel hartelijk danken voor het afgelopen jaar, want je hebt heel wat teweeggebracht. Ja, nou ja, goed. Ja, zelf ben je er altijd misschien, had je het zo graag nog iets anders gezien of iets meer willen zien. Maar aan de andere kant, dingen lopen ook zoals ze zijn. En zeg je, ik kan in ieder geval zeggen, ik heb er alles aan gedaan en ik had graag wat meer op het veld willen staan. Maar dat mocht niet zo zijn. En of dat nog weer gaat gebeuren, dat zullen we afwachten. Daar gaan we binnen nu in een open periode gaan we daar wel uitsluitsel over geven. Het kan ook heel goed zijn dat ik straks misschien wel wat begin met trainen en gewoon kijken hoe het gaat. Dat kan natuurlijk ook goed. Zonder daarbij al te zeggen van, hey jongens, ik ga door. Dat je dat gewoon eerst gaat aftasten. Ik bedoel, het is nog zo'n lange weg tot 14, 15 augustus is de eerste competitiewedstrijd pas weer. Dus er zijn nog... Dus die datum ken je wel? Zeg je? Die datum ken je dus wel? Ja, ik ben wel. Ik heb al een en ander uitgezocht. Ja, nee, maar goed, dat is ook logisch. Kijk, ik ben natuurlijk niet... dat zeg ik, je bent alle opties... Ik zit druk in dat proces, dus je kan mij van alles vragen. Maar ik weet wanneer wij beginnen met trainen. Ik weet de eerste competitiewedstrijd. Maar ik weet ook wanneer mijn kinderen vakantie hebben, zeg maar, als ik niet doorga. Dus ik weet alles. En nu is het een kwestie van knopen doorhakken. Of gewoon afwachten, kijken hoe het gaat. Dankjewel in ieder geval. Ja, geen dank. De comeback van Arjen Robben. Arjen Robben. Arjen Robben. Arjen Robben. Arjen Robben. Arjen Robben. De grote Arjen Robben. Werkt aan zijn terugkeer als profvoetballer. Verloren zoon komt terug naar FC Groningen. Ik werk aan een comeback als voetballer bij de FC. Arjen Robben is weer thuis. Robben met een schuiver. Ja, daar is die. Arjen Robben. En een hele brede glimlach. Natuurlijk. Dit is wat ik wilde. Ik wilde de club helpen en je wil voetballen. En als het dan, ja, dan uiteindelijk, als het mag en het lukt, ja, dan ben ik echt heel blij. Ja.